Goedemorgen. Ik zie er misschien nog wat slaperig uit. Daar ben ik ook nog wel een beetje. Ik heb nog geen koffie op. Ik ben gisteren aangekomen hier op het mooie landgoed Leeuwigem. En aangezien de reacties op mijn vlog van afgelopen weekend zo enthousiast waren, dacht ik van nou, ik ben nou in mooie België. Laten we hier ook eens een filmpje maken. Ik ben dus, zoals ik al zei, op het mooie landgoed bij Kasteel Leeuwigem. Dit is het landgoed waar wij onze Belgische Kaaselfest Presents Myths and Magic gaan organiseren. En het lijkt me leuk om jullie een beetje een kleine sneak peek van het terrein te geven. Dit wat je hier achter me ziet, dat is de ingang. Daar zie je ook de poort. En ik zal heel rustig draaien, want dat was me gevraagd. Heb je hier achter de orangerie. Hier de brug. En dit is het kasteel waar ik dus afgelopen nacht heerlijk geslapen heb. Alles staat al mooi in het blad. Alles mooi groen. Allemaal schitterend. Ziet er zo schitterend uit. En aan deze kant van het kasteel hebben we... Ik zal rustig draaien wederom. Aan deze kant de orangerie. Hier zullen we een aantal binnenactiviteiten gaan neerzetten. En op dit veld, waar nu nog deze ezeltjes staan. Hier gaat het podium komen. En dit veld, hier moet het feestje gebeuren. Hier komen al onze leuke bands. Hier zullen we wat catering hebben, gezellig terrasje. Hier gaat de sfeer komen. Het mooie terrein van het kasteel van Leeuwigem heeft heel veel kentekens of herinneringstekens, symboliek van de vrijmetselarij. Dat kan je dus overal terugvinden op het terrein. En dat maakt het nog magischer. Een van de mooiste plekjes van het terrein, daar loop ik nu naartoe. Dat is de plek waar wij ook de verhalen vertellen zullen gaan laten optreden. En eventueel hele kleine, zachte muziekdingetjes. Zoals iemand met een harp of zo. Gewoon echt klein. Want deze ruimte, het heet het Lover Theater. Heeft zoveel akoestiek, zoveel sfeer. Met al die, je ziet het hier aan de zijkant, al die balkonnetjes. Die allemaal aaneengesloten zijn door zo'n overdekte haaggang. Ja, dat is het zo sferisch, zo leuk. Ik denk dat de verhalenvertellers dit een van de magischste plekken zullen gaan vinden waar ze ooit opgetreden. Toen we ongeveer een jaar geleden het idee opgevat hadden om dus een Belgisch evenement te gaan organiseren, ja, moesten we natuurlijk op zoek naar een locatie. We hadden denk 5, 6 kastelen hadden we opgezocht, hadden we contact gehad met de beheerders of de eigenaren en die wilden we allemaal gaan bezoeken. En ik geloof dat dit kasteel het tweede kasteel was. En toen we dit kasteel, dit landgoed bekeken hadden, was het voor ons eigenlijk al zo gruwelijk duidelijk. Ja, hier moest het evenement georganiseerd gaan worden. De andere locaties konden er eigenlijk niet aan tippen. Het waren ook mooie locaties, maar de sfeer en de magie, ja, die zagen we echt alleen maar hier. En ik hoop dat jullie allemaal komen kijken begin september. Om die magie dus terug te vinden. We zijn nu ook aan het einde van de rondleiding gekomen. Ik ga zo meteen lekker ontbijten in het kasteel. Maar ik wilde jullie nog wel eventjes een van de mooiste beelden geven van het terrein. En dat is het overzicht als je helemaal aan de andere kant van het terrein bent.
Achter het kasteel is dus het podium wat ik net heb laten zien. De orangerie. Aan de zijkant hierachter is het Loventheater. Hier zie je de Sphinxen. Die weer een stukje symboliek zijn van de vrijmetselarij. Dit was de tweede vlog. Rondleiding op het kasteel van Leeuwegem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je meer informatie over Myths & Magic? Website is mythsandmagic.be. Je kan het op Facebook vinden. Ik zal in de post het wel even taggen. Voorverkoop is gisteren online gegaan. Wij hebben er heel veel zin in. We hopen jullie ook.